Eindelijk wordt het kranshofcomplex aan de korte binnenhoek Grote Brugge afgemaakt. Er wordt nu ook een woontoren gerealiseerd. Doordat het ontbrak aan kopers en de bouwkosten te hoog waren, werd het plan destijds in de ijskast gezet. Bouwbedrijf Heijmans gaat nu echter alsnog invulling geven aan de plannen. De toren wordt 64 meter hoog en is daarmee dan het hoogste punt van de stad, na het Van de Valk Hotel en de Sint Maartenskerk. Het nieuwe pand gaat 71 woningen herbergen.